Is dit de toekomst van gravel in de Benelux? Deze aflevering wordt mede mogelijk gemaakt door Koerspret en mijn Instagram kanaal. Volg mij daar voor al uw virale content alsjeblieft. Goedemorgen vanuit de auto, vanuit de Afsluitdijk. Ik ga vandaag iets nieuws doen, iets compleet nieuws. Dit is nog nooit eerder gedaan. Maar vandaag is er in Petten in Noord-Holland een combinatie tussen een gravelkoers en een strandrace. Jazeker, een halve strand/gravelkoers. De KNWU wilt kijken of zoiets leuk en haalbaar is om te doen en hebben daarvoor een heel test-event opgezet in Petten. Een technisch rondje van 6 kilometer is uitgezet waarbij ik alles wat ik heb geleerd over de strandracen weer een beetje mag vergeten. Want gravelkoersen op gladde strandbanden, kan dat wel? 100 genodigden mogen meedoen. Je kon wildcards voor dit test-event verdienen door goede uitslagen te rijden in de vorige koersen. En het startveld is super hoog, want ze hebben alleen maar hele goede mensen uitgenodigd. En ik. Ik wist eigenlijk 2 dagen geleden helemaal niet dat ik mee mocht doen aan deze wedstrijd. Dus het is allemaal een beetje last minute, maar ik heb er heel veel zin in. En het is de eerste keer dat ik op mijn nieuwe strandfiets mag rijden. En daar kijk ik heel erg naar. Oh ja, en het heeft de afgelopen dagen heel veel geregend. Daarna is het gaan vriezen, code geel, bladibladibla. Want... Oh, het is koud. Heb je er zin in? Nou, nu opeens niet meer. Dan gaan we weer terug. Oh! Een soort schubben heb je op je... Ja. Lekker glad. Ja. Het zijn niet echt banden waarvan je denkt, zijn handig met dit weer. Welke bot zet je in? Welke bot bruik? Sleutelbeentje, denk ik. Hoe lang duurt de race? 1 uur en 3 kwartier. Wil je naar huis? En dit is strandrace, Marije. Dit is weer een wind. In de winter. Oh. Dat is niet normaal, dit. En dan op de weg gaan we het fietspad op, ja. Gaan we het gravelpad over en we gaan nog verkennen nu of die glad is. Oh ja, ja, oh, dat gaan jullie nog doen. Ja. Ah, okay. Top. Dus yes. Super. Ja, okay. Hartstikke goed. Dankjewel. Ja, de gladheid. Tijdens het infietsen dacht ik er wel een beetje over na. Als de parkeerplaats er al zo zeg bij ligt, hoe ligt dat gravelpad er dan? Nou, een bekende gezien. Ja. Ik hoor wel dat het heel glad ligt. Ja, eerste strandrace. Ja. Ik dacht het begin een beetje laagdrempelig met een test-event. Maar ik ben benieuwd. Ja. Nou, de bandendruk is goed. Voor welke plek ga je daar? Ik weet het niet meer. Er staan heel veel hele goede jongens aan de start. Er gingen geruchten dat het hele evenement niet meer doorging door de gladheid, maar toen kwam het verlossende woord van de organisatie. Vertel eens even. We hebben besloten omwille van de veiligheid dat we het gravelpad eruit halen. En om te zorgen dat niet iedereen voor niks is gekomen, gaan we dus op het strand blijven. Doen we 8 rondjes van 6 kilometer op het strand, dus het is wel een criterium. Super. Maar het is geen gravel, het is allemaal strand. Oh, maar het is toch fantastisch nieuws? Ja, het is even goed nieuws, maar ja, we hebben natuurlijk heel lang ons best gedaan voor de vergunning van het gravelpad. Dat en waar. Dat is er nu uit, dat was eigenlijk de try-out, maar ja, we willen gewoon voor iedereen toch maar een mooie wedstrijd maken. Ik heb goed nieuws voor je, maar ik hoor dat ik... Ja, je hebt het al gezegd, dus het is alleen maar op het strand. Ja. Dus het hele test-event wordt toch gewoon een strandrace. Het wordt toch gewoon een strandrace. We zijn hier helemaal heen gereden om een soort van video te maken over een combi tussen de strand en gravel. Ik heb net een klein stukje over gravel gereden voordat ik hierheen kwam. Ja. Maar het is één grote ijsplaat. Alles is aangevroren en dat kan je echt niet fietsen. Niet voor niets gekomen dus. 1 uur en 3 kwartier koers in de vrieskou. Dit is strandrace. Hey! Dus we doen
8 rondes van 6 kilometer. Heen en weer naar Sint Maartenszee. We gaan achter de strand en we gaan naar boven. En als we naar beneden zijn, is daar meteen het keerpunt. Druk. Oeh. Zes, 3, 2, 1, go! Strand, jongen, op een bouwstart, wat doe je nou? Alright, en we zijn weg. Alle lessen die ik heb geleerd van de afgelopen wedstrijd niet vergeten. Dus je moet echt alles geven in deze eerste minuten. Deze eerste minuten zijn cruciaal voor de wedstrijd. Het gaat zo snoeihard in het begin. Ik ben van nature niet echt een hele explosieve renner. Dus dit is voor mij zo ver buiten mijn comfortzone. En ik zit hier in de wind. Probeer hier een beetje in te schuiven. Uiteraard laat niemand bij de tussen. Kijk, Stijn Appel hier aan de rechterkant, die schuift op. Die neemt heel veel jongens mee. En eigenlijk had ik hier direct in het wiel moeten zitten. Maar jongens, het gaat zo hard. Dit is een beetje het limiet van wat ik fysiek kan op dit moment. Je ziet dat daar voorin jongens direct wegrijden. De vermogens die zij moeten trappen, joh. Niet normaal. En hier zien we het grote struikelblok van deze strandrace. Een slecht strand. Het hele middenstuk van dit rondje ligt er zo bij. Je ziet dat andere mensen daar wat meer ervaring mee hebben dan ik. Die rijden hier links en rechts om de oren. En er ontstaat een gaatje. En dat gaatje, dat moet wel dicht. Wat een chaos in die eerste 1,5 kilometer. 430 watt en je wordt gewoon uit de wielen gereden. Maar nog niks verloren. Die eerste 10 rijden hier misschien wel weg. Maar achter mij zit een best wel grote groep. En als we goed kunnen samenwerken, kunnen we misschien nog wel terugkomen. En hier is het menes hoor. Er zitten hier echt nog wel grote motoren in deze groep. Iedereen is super gemotiveerd om te werken. Dus ik ben op dit punt nog wel erg optimistisch dat we gaan terugkomen. En als je daar zo in de verte kijkt, zie je dat die eerste groep ook weer snel dichterbij komt. Alleen hier maak ik de allergrootste fout uit mijn hele strandracecarrière. Ik ben hier nog steeds geïrriteerd over. Maar ik doe niet wat de rest van de groep doet. Ik denk bij dat moeilijke stuk dat het langs de waterkant een stuk beter ligt. Maar dat is helemaal niet zo. Ik kan het strand nog niet goed genoeg lezen en ik rij mezelf hier helemaal vast in het modderige zeezand. En die hele groep is in één keer weg. Spannend zo dan. Ik sta stil. Ik moet van mijn fiets af. Het is klaar. Ik verlies hier de aansluiting met die groep. En ik sta direct 30 seconden achter. Fuck! Godverdomme, wat een kutfout. Zwaar zeker of niet? Ik krijg geen reactie. Nou, dan is het zwaar. Hier het achterste gedeelte van het parcours. Hier wordt het weer wat technischer. Hier heb je dan een stuk los zand met daarachter een prachtige klim van een seconde of 40. En ik fiets hier samen met Tibor Zwaan, maar ik had het even zwaar. Dus ik moest even een gaatje laten. Ik hoop dat hier op dat klimmetje wel weer dichter rijden, want ik ben een lichte gast. Maar oké, dat lukte niet op het klimmetje. Dus dan probeer ik het wel dichter rijden in de afdaling, want ik kan prima afdalen. Oké, dan rijd ik het wel dicht op het vlakke. En Tibor wacht een beetje op mij, dus dat helpt. Oké, eerste ronde gehad. We zitten in de derde groep op de weg. Niet echt de positie waarin ik verwacht had te zitten. Daar rijdt je vriend. Hier. Die deze. Deze ook? Ja, die daar. Op het moment dat we weer bij dat mulle stuk komen, is het hier ook weer vrij snel klaar. Ik moet echt beter het strand leren lezen. Want dit is allemaal zo overbodig. Het is een heel slecht stuk. Maar zegt Sam. Ja, mul. En zo kom ik dus eventjes in mijn eentje te zitten. Maar in plaats van te balen probeer ik in deze situaties de knop om te zetten. Je hebt veel geleerd de afgelopen ronde, dat was het doel. Nu de knop om en zo snel mogelijk bij de finish zien te komen. Nou weer tegen.
bijgehaald door het groepje achter mij en ik begin nu eindelijk een beetje door te krijgen hoe je dit mulle stuk moet aanpakken. Kijk maar naar de jongen die ons nu tegemoet fietst. Die fietst ietsje verder naar links en daar ligt het een stuk beter. En dat is iets wat ik de volgende ronde zeker wil meenemen. Wie zit er in de kop? Rick van Breda, Rafael Mouton en Glenn van Nierop. Okay. Beukersen. Rick is gebrand om hem te winnen, dus... Oh ja? Kom op, Glenn! Kom op, Rob! Ja, hoe je dat douwen aansluiten, huppakee, huppakee! Mijn vriend die zat net hier zo tussen. Ja. Zit hij dan een beetje goed of valt het tegen? Dat valt een beetje tegen. Valt een beetje tegen. Dit was niks een beetje. Verder naar achter pas ik de lessen die ik bij mijn vorige koers heb geleerd toe. Blijf het initiatief nemen. Als je op kop de afdaling ingaat, heb je veel meer ruimte voor een foutje. En je kan zo het spelletje ook lekker meespelen. De feestdagen. Die heerlijke tijd van het jaar wanneer het weer het altijd laat afweten, maar wanneer op een of andere manier half fietsend Nederland ervoor kiest om 500 kilometer te gaan fietsen. Fucking drama. Ik vind dat je jezelf in deze periode best wel eens mag verwennen. En daar heeft Koerspret, het bier voor wielrenners, de oplossing voor. Deze giftbox met proeverij van het hele assortiment is een soort adventkalender tussen kerst en oud en nieuw. Doe er je voordeel mee, zou ik zeggen. Leuker kunnen we buiten fietsen in de regen niet maken. De beloning achteraf alleen wel. Deze grasheuvel lijkt op een soort oude man. Een oude troel, een bejaarde troel. Even een stuntje douwen! Stuntje voor de camera! Hier. Ja, het gaat super douwen! Geweldig! We zijn iets over halverwege koers en ik ben alleen. Ik had opeens een gaatje en met het motto zo snel mogelijk naar de finish ben ik maar door gaan trappen. En hier bij het mullenstuk zie je dat ik mijn draaien heb gevonden. Ik begin het strand te lezen. Een paar rondjes te laat, eerlijk gezegd. Maar ik weet nu de goede lijnen te pakken en kan nu een stuk meer snelheid houden dan in het begin. En zo gaat het eigenlijk door tot de laatste ronde. Paars en paars. Mooi op kleur gesorteerd. Ik draai wat rond met Floris in het paarse shirt. En in de laatste ronde worden we teruggepakt door de groep die een stuk groter is geworden. Nou, is dit de laatste ronde al? Ja. Ja? Oh, super fijn. Ja, oké. Ik neem je heel even mee in de finale, ook al doet de GoPro niet meer. Ik heb het gevoel dat ik de sterkste ben van het groepje. En als ik als eerste bovenop die klim ben, denk ik dat ik hem wel helemaal door kan trekken tot aan de finish. Dus je ziet me hier al op kop rijden. Klaar om aan te vallen op dat klimmetje. Nou, gaan we nu zien of het is gelukt. Derde. Nou. Oh. Hoe is het met je astma? Oh ja. Dankjewel, hè. Opa Henk. Opa Henk, de verzorger. Dat ging best oké. Benen waren best oké. Maar nee, ik maak gewoon heel veel fouten. Op een gegeven moment kwam ik er wel doorheen, dat zag ik wel. Dan ging ik steeds weer wat verder naar voren. Nou, we zullen wel eens even in het café gaan zitten. Ja. Ik weet niet of dit van blaf. Oh. Dan moet je even ondertitelen, denk ik. Ja. Je had een goede lead aan, denk ik. Ga je nog van kop af? Ja, ik dacht dat ik kon niet echt lezen hoe goed iedereen het was. Ik dacht, als ik dan gewoon als eerste boven dat klimmetje ben. Ja. En de andere rondjes had ik elke keer denk dat ook en had ik een klein gaatje. Ik dacht, als ik dat gaatje. Ja, je hebt een goede afgang iedere keer. Alleen daar. Voor de rest
Allemaal gehaald. Dat is een klote stuk, hè? Hey. Zo, wat is je volgende? Wekker. Kijk, lekker. Niks om over naar huis te schrijven natuurlijk, maar... Het gaat steeds beter. Ik loop hier eigenlijk weg, ondanks alle foutjes, met een best wel positief gevoel. Voor de datanerd zoals ik, ik trapte voor 1 uur en 35 minuten precies 300 watt gemiddeld. Met een normalized vermogen van 315 watt. Gemiddelde hartslag van 178, wat voor mij best wel laag is. Heeft misschien te maken met nieuwe medicatie, maar dat is een verhaal voor een andere keer. En werd ik dus 19e van de pak en beet 55 starters. Nou, prima. Je moet eigenlijk zo'n outro tune hebben. Die heb ik. Dag. Dankjewel voor het kijken mensen, nog een heel gelukkig nieuwjaar hè. Vond je deze video en deze serie top? Laat even een duimpje en een reactie achter voor het algoritme. En volg mij voor de verandering eens op Instagram, want zo help je me verder. Ciao, ciao. Ciao. Ja. Man, ga je dit... Hoezo filmt dit? Jij zit toch... Mannenhumor. Jij vond het elke keer verschrikkelijk. Ja, dat is echt...